Hey, hallo allemaal. Het is weer tijd voor een Action Shoplog. De laatste is alweer even geleden, maar natuurlijk heb ik wel weer bij de Action gewinkeld. Gisteren heb ik heel veel leuke dingetjes gekocht en ik had daarvoor nog wat leuke dingetjes gekocht. Dus die laat ik graag aan je zien. Als het goed is ligt het allemaal nog in de winkel, dus dat moet helemaal goed komen. Ik heb hier een leuk mandje gevuld met allemaal spullen van de Action. Mandjes helaas niet van de Action, maar ze hebben wel soortgelijke mandjes bij de Action. Daar heb ik nu al mijn washi tape in zitten. De rest is allemaal van de Action. En ik ga je dus vandaag laten zien wat ik allemaal heb gekocht. En ik had ook ergens de bonnetjes. Die ga ik nu even zoeken. Yes, daar zijn we weer. Met bonnetjes. Als eerste kwam ik een superleuke slinger tegen. Ze hebben de laatste tijd echt superleuke feestartikelen bij de Action. En dit is zo'n slinger. En ja, die vond ik eigenlijk wel heel erg leuk. Je ziet hem hier erin zitten. En hij is 4 meter lang. En staat superleuk op een feestje volgens mij. Ook gewoon voor gewoon, denk ik wel. Ik kijk trouwens in het schermpje, omdat het anders zo weerspiegelt. Dan zie je het niet. Deze was 99 cent. Dan ga ik maar meteen door met de volgende slinger. En dat is deze. Dat is een hartelijk gefeliciteerd slinger. Maar die printjes op deze slinger, die zijn echt heel erg leuk. En daarom wilde ik hem heel graag hebben. Ik heb mijn eigen huis, maar ik heb helemaal geen slingers. Nou is het ook misschien een beetje raar om slingers voor mezelf op te hangen op mijn verjaardag. Doen mensen dat? Nou ja. In elk geval, ik heb nu hartelijk gefeliciteerd slingers. En die andere slingers. En deze was 79 cent. En als je mijn blog ook leest, dan heb je deze ook al gezien. Dit zijn van die geldenvelopjes. Hier kun je geld in cadeau geven. Ze hadden allemaal verschillende printjes. En deze waren 49 cent per pakje. En er zitten er 2 in een pakje. En ze hebben dus zo'n schattige sluiting. Wat super leuk is. Verder wilde ik natuurlijk nog wat leuke dingetjes met Valentijn en zo gaan doen. Dus daarom kocht ik dit potje met een schattig hartje aan de bovenkant. En ja, hier staat from en to. Maar je kan natuurlijk helemaal zelf meedoen wat je zelf wil. En dat vind ik altijd heel erg leuk met dit soort dingetjes. Maar eigenlijk is die al kant en klaar om er gewoon, weet ik veel, de snoepjes in te doen van je lover. Zijn favoriete snoepjes. Of haar favoriete snoepjes kan ook. En dan is het leuk al om te geven. Er zit al een labeltje aan. Ben je al helemaal klaar. En dit potje was 59 cent. Verder kocht ik een tijdje geleden dit. En ik heb hier een hele blogpost over geschreven. Ik zal de link in de beschrijving zetten. Maar kijk. Dit zijn lensjes. Een kapje op. Lensjes. Om op je telefoon te zetten. Er zit zo'n clipje bij. En dan kun je hem in principe op elke mobiele telefoon zetten. En dan kun je er foto's mee maken. Er zit een macro lens bij, een groothoeklens en een fisheye lens. En de fisheye lens is mijn favoriet, die is echt heel erg leuk. Dit setje, je krijgt ook een beschermhoesje erbij en kapjes voor je lensjes en dus dit clipje. En dit setje was €2,95. Ook met een Valentijn thema. Dit doosje. Tadaa! Met een magnetisch sluitingje. Heel schattig. Deze was 99 cent. En ik heb 2 verschillende lintjes gekocht. Ik heb de laatste tijd heel veel cadeautjes ingepakt, wat natuurlijk super leuk is. Maar mijn lintjes zijn een beetje aan het opraken. Dus ik zag 2 leuke lintjes. Dus ik dacht, ja, dan kan ik ze weer gebruiken voor volgende cadeautjes of andere dingen. Deze waren 79 cent per rol. En ze hebben nog veel meer leuke printjes. Verder kwam ik een tijdje geleden deze dingen tegen. Dit zijn, hiermee kan je kabeltjes goed opruimen, zeg maar. Nou ja, ik denk dat ik niet de enige ben die last heeft van kabeltjes overal en ergens. En dat het allemaal in de knoop raakt. Ik hoop dat dit erbij gaat helpen. En deze waren per 3 79 cent. Dus per pakje. En dan een stickervel. Ja, zo kun je het redelijk zien. Deze waren 59 cent. En dit zijn een beetje van die kurkachtige stickertjes. Dat is wel heel erg leuk. Gewoon om... Ja, het zijn stickers. Ze zijn om te plakken.
Dus ik gebruik regelmatig stickertjes, dus ik vond deze wel heel erg leuk. En dan als laatste en meteen mijn favoriete ding. Washi tape. Ik krijg nog steeds heel vaak de vraag, waar koop jij je washi tape? Nou, bij de Action onder andere dus. Bij de Action hebben ze vaak hele leuke. Je moet even geluk hebben of ze er wel zijn. Maar nu, ja, ik had geluk. Er zat een heleboel nieuwe. En ik had hetzelfde met die lintjes. Ik heb heel veel washi tape gebruikt. Veel rolletjes opgemaakt. Dus ik vond dat ik nieuwe mocht. Ik zal ze ook nog even in close-up filmen. Zodat je kan zien welke soorten ik allemaal heb en zo. Het zijn echt hele leuke, vind ik. Deze waren... Kijken, volgens mij waren ze 79 cent per pakje. Maar dan heb je ook wel echt, nou ja, van die smalle heb je er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heb je 7 smalle tapejes. Goeie deal. Maar goed, dat was dus de shoplog. Ik hoop dat je hem leuk vond. Laat zeker weten bij de reacties wat jouw favoriete item is uit deze shoplog. En ja, als je de video leuk vond... Doe een duimpje omhoog. Als je vaker video's van mij wil zien, dan kun je abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan hopelijk tot de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei!